Van harte welkom bij dit jaaroverzicht 2015. We blikken nog één keer terug en dat doen we samen met Ber van Buren. Ber, van harte welkom. Hallo. 2015, was het een bewogen jaar? Ja, zeker was het een bewogen jaar, ja. Het begon al met Charlie Hebdo in Parijs. Begin januari was dat, die aanslag. Ja, precies. En dat hakte er natuurlijk geweldig in. Mensen die volledig in paniek waren en ook niet begrijpen wat er allemaal gaande was. En dat kent zijn weergaan niet. Het is gewoon ongelooflijk wat daar gebeurde natuurlijk. En er werd ook gelijk onze vrijheid van meningsuiting op de proef gesteld. En dat was een hele kwalijke zaak. Nou, wij hebben daar beeld van, want ook in Tiel werd er stilgestaan bij die aanslagen begin januari in Parijs. Een belangrijk grondrecht waar wij heel lang heel erg voor geknokt hebben in onze wereld, in Nederland, om vrijheid van meningsuiting te krijgen. En dat hebben we en dat laten we ons niet afnemen door een kleine groep idioten die daar een aanslag op pleegt. We laten ons ook niet uitlokken of provoceren tot polariseren, want dat zou een andere reactie kunnen zijn naar deze aanslag. Laat ons niet provoceren om te polariseren. Dit is een kleine groep gekken die dit doet. Dit zijn niet de moslims of de islam. Maar dit is een kleine groep gekken die helaas wel in naam van de islam dit doet. We zijn in de raadzaal, we hebben het ook bewust in de raadzaal gedaan vanavond. Omdat dit ook de plek is van, centrale plek is van onze lokale democratie. Waar wij hier onze mening naar elkaar kunnen uiten, vanavond nog straks in de commissie bestuur, waar we het gewoon met elkaar oneens kunnen zijn. Dit is ook de geboorteplek van Johan Derk van de Kapelle van de Pol. Dat zegt u misschien niet allemaal zoveel, maar we gaan komend jaar een monument voor onthullen. Hij is geboren op deze plek in 1741. En waarom noem ik hem? Omdat hij eigenlijk de eerste voorvechter in Nederland was van de vrijheid van meningsuiting. Nou, hoe toepasselijk is dat nu? Vandaag, gisteren en vandaag. En wij gaan er aandacht aan besteden het komende jaar. Dat waren dus al van plan met een monument. Maar ook in de Oudheidkamer en de gemeente hebben het gezamenlijk opgepakt met een jaarlijks debat en lezing in het kader van democratie en vrijheid van meningsuiting. Dus daar gaat u komend jaar nog veel, als het goed is, van horen. Het is belangrijk om voor onszelf ook in deze tijd nu na te gaan van waar staan we nu zelf. En daar vind ik het zo mooi dat iedereen nu zijn stem laat horen. Want ook als Tielenaren staan we voor die vrijheden. Staan we voor de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting, voor het uitwisselen van ideeën. En waarderen we het enorm dat we met elkaar in gesprek zijn. Dat we met elkaar het debat kunnen voeren, dat we met elkaar oneens kunnen zijn. En ik wil ook vragen om waar ik mee begon. Laat dit niet de provocatie zijn om tegen elkaar op te laten staan. Om een provocatie te laten zijn om te polariseren. Laten we daar afstand van nemen, laten we de rust bewaren. En met elkaar de weg blijven gaan die wij in Nederland met elkaar gaan. Dames en heren, goedenavond. Namens de leden van de Islamitische Vereniging Al-Hassani Moskee. Wij zijn diep geschokt door de barbaarse en een LAVO-aanslag in Parijs op mensen van het weekblad Charlie Hebdo. Het is een misdaad tegen de mensheid. Het is aanval op onze democratie, vrede en vrijheid. Voor zover ik weet, is geen moslim blij mee. Wat er gisteren in Parijs gebeurt, is staat ver van de islam. Onze moskee neemt afstand van zulke terroristische daden. Want ons geloof gaat over barmhartigheid. Het is onwerkelijk. Je ziet iemand politieagent afschieten. Je ziet mensen wegvluchten over het dak. Ik heb geen woorden meer. En dank u.
Ik was gisteravond, net als jullie allemaal, erg geschokt bij het zien van de beelden uit Parijs. Maar vandaag ervoer ik eigenlijk nog een soort van schok bij mezelf, kleiner. En dat was de schok na dat telefoontje, dat ik dacht, oeps, wat ga ik nu zeggen? Wat durf ik te zeggen? Want daar gaat het hier om. Wat durven we nog te zeggen? Waar durven we in alle openheid en vrijheid voor te staan? En ik dacht toen direct, was in een fractie van een seconde, aha, zo werkt het dus. Zo werkt zelfcensuur. Maar, lieve terroristen, beste mensen, ik ben helemaal niet van plan om iemand te beledigen. De profeet, God, de paus of Boeddha. Ik wil alleen kunnen leven in een vrije en open samenleving. Waarin iedereen kan geloven en voelen wat hij of zij wil. En waar iedereen binnen de wettelijke grenzen kan zeggen wat hij wil. En ik schrok ook van sommige reacties in Nederland. Van politici, niet bij naam te noemen hier. Die het gelijk hadden over oorlog. En ik dacht, dat is precies de reactie die deze mensen willen. Hoe gruwelijk deze daden ook zijn, er is maar één reactie. Die echt een antwoord is, reageren als een vrije, open samenleving met dialoog. Met de vrijheid van woord en van pen. En dus niet met hysterie. Met haat. En zeker niet met grove generalisaties. Dat waren mooie woorden gesproken door Ruud van Zuylen, de directeur van de Agnito, of onder andere Ber. Dat maakte indruk, hè? Jazeker, maakt dat indruk. En mooie woorden maken eigenlijk altijd wel indruk, vind ik. Nou, dat zijn wijze woorden van Ber van Buren zo aan het einde van het jaar. Cultuur in Tiel. Ja, dan moet ik het hebben over de Westluidense Poort. Waar ongelooflijk veel voor, maar ook heel veel tegenstanders voor zijn. En het pand staat er nog ineens. En het pand staat er nog ineens. Ja, en dat moet me echt van het hart. Want er zijn op internet, die noemen zich media. Er is zelfs een site. En dan moet ik zeggen, media onderling. Het is nou dan om over elkaar te spreken. Maar ik noem het eigenlijk geen echte media. Nee. Want je koopt een internetadres en je bent het ineens. Ja. En die roepen ongefundeerd van alles en nog wat. En vaak helemaal niet gebaseerd op waarheid. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind dat natuurlijk waardeloos. Maar zo zijn er zoveel waardeloze elementen in onze samenleving. Noem er nog eens wat dan. Nou, nu we toch bezig zijn. Ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan die achterlijke showbladen. Noem ze allemaal maar op. De story, de privé, de party. En waar dus ook heel veel dingen in geschreven worden die totaal niet waar zijn. Als we dat nou eens betrekken weer op het Tielse. Ja, goed, dan moet ik ook zeggen dat er over de gemeenteraad hier in Tiel ook vaak geschreven wordt, zeg maar ongenuanceerd. Dus die gemeenteraad een pluspunt? Ja, soms wel, maar soms ook niet. Maar ik vind dat je het moet nemen zoals het is en je moet roeien met de riemen die je hebt. Alhoewel de gemeenteraad in mijn ogen dus ook heel veel foute beslissingen neemt. Ja, maar ga er maar aan staan. Hè? Wij van de Stad CV zitten dicht op die gemeente, omdat we daar verslag van doen. Je moet wel heel veel kennis hebben. Er komt heel veel op je af als individu. Dus dat is best wel pittig. Ja, dat klopt ook. En dat is ook de reden waarom dat ik er niet in zit. Ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Maar ik constateer wel wat slippertjes hier en daar. Noem er eens een. Nou ja, ik denk dat de Westluidense supporter zo een is. Waarom? Maar dat is mijn persoonlijke mening. Nou, als je ziet dat het aantal leerlingen in de plantage drastisch gedaald is, omdat er in de samenleving ook geen geld meer beschikbaar voor is om die kinderen een muziekonderwijs te geven. Vroeger kreeg je dat op de lagere school, maar dat is tegenwoordig ook helemaal niks meer. En we zijn zo langzamerhand onze hele cultuur kwijtgeraakt.
En dan wordt er nu komt er een nieuwe muziekschool. Ik kan dat niet ruimen. Het is niet meer te betalen, wil je zeggen? Nee, precies. Mensen hebben geen geld meer. Er zijn andere prioriteiten waar mensen voor moeten zorgen. Dat is alleen al als iemand ziek wordt in een familie. Dan moet je kijken wat dat aan kosten met zich meebrengt. Ja, 2015 was het jaar van de zelfredzaamheid. Hè? En we moeten oppassen dat het niet een jaar is of wordt. Waar we van moeten zeggen van het is het jaar geweest van de zoek het maar uit cultuur. Ja, dat is de Amerikaanse cultuur. Hè. Daar is dat ook zo. En aangezien wij hier in Nederland geneigd zijn om alles wat Amerika te bieden heeft over te nemen, dan begrijp ik wel wat er nu momenteel speelt. Maar Ber, wat kunnen wij eraan doen? Eigenlijk helemaal niks, toch? Wij kunnen er zeker helemaal niks aan doen, nee. Maar we hebben het wel gesignaleerd. Ja, oké, maar ik vind het helemaal niet erg dat je dat signaleert. En misschien dat een ander die wel bij machten is om er wat aan te doen, misschien lering uit trekt. Wie zal het weten? Nou, zo'n Westluider support, als het eenmaal klaar is, is het een pareltje voor Tiel. Dus ik ben er trots op. Ja, dan zal ik er ook trots op zijn, denk ik, als het klaar is. Maar vooralsnog heb ik toch mijn bedenkingen. Tiel stond bol van de activiteiten in 2015. Eén daarvan was de Largest Music Quiz. En dat vond plaats op het plein in Tiel. I'm here today to witness the official record attempt for the Largest Music Quiz here in Tiel, Holland. And this record is based for the greatest number of people participating in a music quiz. So for each record which we have at Guinness World Records, we have international guidelines which needed to be followed. And the guidelines for this record is that the quiz must last at least 30 minutes and each participant must be participating in the quiz. And for the purposes of this record as well, a quiz is defined as a competition in which questions related to music are being asked. All kinds of cues. All kinds of music. Plus, of course, they have to break the current record, which is also in Holland at the moment, with 433 participants. So in general, my job as the official adjudicator from Guinness World Records is to observe on spot if the international guidelines from Guinness World Records are being followed. And if this is the case, I am happy to present the certificate and verify the record. What are your expectations? Well, 433 people is not an easy number, but when I look around, it looks like people are coming. So I would say in about 1 hour, they said they would start to let the people in. So looks good. Well, but you never can tell in advance. Ik zie hier team nummer 28 staan. Ja. De vrienden van de kroket. De vrienden van de? Kroket. We hebben net een kroket op ook. Voor aanvang. Hey, en wat is jullie kracht? Waar gaan jullie voor? Nou, we hebben een jeugdige speler voor de vragen van de muziek van nu. En we hebben mensen van allerlei soort. Dat komt wel goed, denk ik. We gaan wel voor de winst. Ja. Jullie komen goed beslaagd ten ijs. Ja. We hebben geoefend. Zet hem op. Dankjewel. Hartstikke leuk. Jij gaat ook meedoen? Ja. Ja. Heb je er zin in? Jazeker. Heb je een beetje voorbereid? Nee. Je hebt gewoon kennis? Ja. Laten we het daar maar ophouden, ja. Nee, ik hoor net dat ik meedeed. Doe. Oké. Ja, officieel team, toch? Ja, absoluut. Dus ja, maar dat is net besloten. Dus ik heb me niet voorbereid. Okay, maar wat is jouw specialiteit? De jaren? Bier drinken. Oké. Okay. Dus ik ben voor de omzet, ik ben de runner. Dus ik ga halen. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, heel belangrijk. We zijn er trots op dat iedereen hier is. En we zijn er nog trots op dat er mensen zijn die dit risico aandurven om dit te organiseren. En om te zorgen dat iedereen er is. En een groot applaus daarvoor. De quiz zelf zat goed in elkaar. Vragen als wie zong de titelsong van The Lion King, welk land won het vaakst het songfestival en hoeveel nummer 1 hits heeft Marco Borsato gescoord, passeerde de revue. De organisatie heeft al laten weten volgend jaar weer een Largest Music Quiz te willen organiseren. Als we hier nou zo zitten op de Elzenpas, hè, want daar zijn we op dit moment, dan heeft Tiel echt best wel
Wat betekent dit jaar? Althans, mensen en evenementen, gebeurtenissen. Een ander mooi gebeurtenis was natuurlijk tech. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is ook iets om trots op te zijn als Tielenaar. Ik heb het over het kampioenschap, hè? Behaald in mei in Veghel was dat. Ja, natuurlijk. Maar ook de voortzetting. Hè? Het is geweldig, die vereniging. Onder de bezielende leiding van de voorzitter Pieter van den Burg. Die naar mijn mening dus best wel de boel goed op een rijtje gezet heeft. Nou, dan ging goed, geef je de credits aan Pieter. Respect voor twee personen in het bijzonder. En dat is Henny van Dijkhuizen, de man heet eigenlijk Henk. Ja. En Gerry Vink. Laatst een gesprek gehad met Gerry Vink. Ook een zeer bijzonder en markant figuur. Ja, Gerry Vink. Ja, die is ook, als ik het goed heb, maar dat weet ik niet helemaal zeker, trainer geweest bij Van TSC. Klopt, hij heeft er ook gevoetbald en is nu zeg maar betrokken bij dat eerste elftal. Ja. Heeft er gevoetbald, heeft een voetbalprofcarrière gehad, is begonnen bij FC Wageningen en ook jaren bij TSC gevoetbald. Ja. Maar had toen als voetballer al een visie die hij nu uitdraagt. Maar om even aan te geven, daar gaan we verder niet over praten, maar de man is vanaf 2007 al werkzaam bij Ajax. Ja. En ja, dat doet hij tot 2018 sowieso nog. Ja. En heeft de ene miljonair naar de andere miljonair. En daar heb ik het over voetballers afgeleverd. En zijn echte visie zonder haken en ogen. Dat wordt uitgevoerd bij TSC. En dat is zeer bijzonder. Valt ook op in het land. Ja, dat valt zeker op. En dat zet, nu we het weer over Tiel moeten hebben, Tiel weer op de kaart. En ja, ga zo maar door. Het zijn allemaal goede activiteiten. TSC maakte in april en mei het onmogelijke mogelijk. Door 7 overwinningen op rij, waarbij de concurrentie steeds weer punten liet glippen, kroonde de Tielse hoofdklasse zich tot kampioen. In de laatste competitieronde was winst bij Blauw-Geel 38 in Veghel nodig om de titel te pakken. En dat deden de Tielenaren overtuigend met 4-0. Op het kunstgras van Blauw-Geel 38 voelde TSC zich al snel op zijn gemak. De eerste 5 minuten waren nog voor de thuisclub, maar daarna namen de bezoekers de wedstrijd stevig in handen. De ploeg uit Veghel trok steeds verder terug op eigen helft. TSC brak de ban al na 12 minuten. Opnieuw uit een corner, de specialiteit van de Tielenaren. Daaruit viel de 0-1. Kirby de Wind nam de hoekschop. Hezen ging net onder de bal door, maar Joel Sanaki stond bij de tweede paal op de juiste plaats om wel in te koppen. Halverwege de eerste helft ging Matthijs van Gessel op rechts sterk door. Zijn harde voorzet werd door Jip Bartels ingetikt. De doelman stopte de inzet in eerste instantie, maar was op het tweede schot van Bartels kansloos. 0-2. In de extra tijd van de eerste helft gooide TSC de deur definitief in het slot. Met de mooiste aanval van de middag. De Wind, hij degradeerde zijn tegenstander meermaals tot figurant, snelde van links naar binnen toe en verlengde de bal van Joel Sanaki. Deze controleerde de bal, kapte zijn tegenstander uit en passeerde doelman Jeffrey Vendrig in de korte hoek. 0-3. Na een kwartier voetballen liet Kurtley de Wind op links zijn tegenstander opnieuw zijn hakken zien. De zuivere voorzet werd door Bartels in het doel gewerkt. Het was 0-4. Even opzij, je blik in jouw ogen zegt alles voor mij. De wereld ligt open, kansen genoeg. Die bang is voor fouten, doet het nooit goed. Zon of regen, wind mee of tegen. Als we schouder aan schouder staan, zal het vanzelf gaan. Ring van vertrouwen, aan het half of genoeg. Schouder aan schouder, alsof iemand je draagt. Het mooiste ligt voor ons.
aanschouwden. Hetzelfde doel, uit hetzelfde huis, met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan, zolang we maar schouder aan schouder staan. Kort geleden. Dit jaar hebben we kort geleden een superbelangrijk lid van ons, Ben de Gooyer. En daar wil ik eventjes bij stilstaan. Want als er één heel betrokken was, iedere training, iedere wedstrijd. Iedere keer wij zeuren op het veld moet goed zijn, Ben. Ik wil daar eventjes... Eventjes stil bestaan. Mag ik eventjes een half minuut, hoef geen minuut te zijn, maar even een minuut stilte. Even voor Ben, jongens, want dat is een groot gemis voor Ben. Schouder aan schouder met hetzelfde doel. Oké, boys, party time! Het jaaroverzicht van 2015, we bespreken het op Stads TV Tiel samen met Ber van Buren. Ber, zojuist TSC, ja, het blijft mooi, maar we hadden natuurlijk nog veel meer in het Tielse landschap. Ja, natuurlijk, er is het Corso, er is Appelpop, maar er is al zoveel over gezegd en geschreven en gedaan. Het zijn twee hele goede evenementen die Tiel zeker... op de kaart zetten. En... Ze proberen bij dat Corso zeg maar er een nieuwe swing aan te geven, hè? Om het moderner te maken. Maar wat vind je daar nou van? Ja, kijk, je moet natuurlijk niet alles modern of moderner willen maken. Dat is in mijn ogen helemaal niet nodig. Maar het zijn mooie evenementen, er zijn veel mensen bij betrokken. Ja, alleen, wat ik dan ook weer vind, hè, dan roept men meteen van, er waren 100.000 toeschouwers. Terwijl als je heel simpel nadenkt en een rekensommetje maakt, en dat doe je door zeg maar, de lengte van het parcours te pakken, en je zet gemiddeld 3 mensen op een vierkante meter, of op een meter, ja, dan kom je uit op hooguit 25.000, 30.000 mensen. Dat is ook veel. En als je dan zeg maar de tentoonstelling de dag daarna bekijkt en je komt en je telt er nog eens een keer 20 bij, kom ik niet verder dan 50.000. Nee, dat klopt. Nee, dat is me ook wel eens opgevallen. Maar ja, ach, het is een beetje pietluttig om daarover te zeuren, vind ik. Er zijn zoveel mensen die er enorm lol aan beleven. Oftewel, het Corso moet blijven? Ja, zeker wel. Okay. Ja hoor. Nee. Nog meer dingen die jou opgevallen zijn in het Tielse? Ja, dat Appelpop. Wat ook een geweldig evenement is. Maar ik vraag me af of dat het onderhand niet uit zijn jas gaat groeien. Want, nou ja, 25 jaar zo'n feestje neerzet op de Waakaarde, petje af. Ja, het is een enorm compliment waard aan de mensen... die dit opgezet hebben. En die burgemeester, hè, dat verhaal van dit jaar, dat die zeg maar een beetje invloed heeft uitgeoefend op die programmering. In de zin van, de laatste act mocht niet zeg maar een hele grote act zijn, want dan zou het wel eens te druk kunnen zijn. Ja, dat vond ik een belachelijke maatregel. Ja, dat wordt weer een saillant detail voor 2016, want ik weet, want dan zijn ze, dan is het feestje van het 25-jarig bestaan, nou ja, dat ja. Men een hoofdact heeft uitgenodigd al voor... de editie van 2015 en dat wordt een absolute topper, hebben ze me verteld. En dat is ook zeg maar om dat 25-jarig feestje te bestempelen als zijnde een gigantisch feest. Dus dat wordt nog leuk. Jij weet al wie het
Ik wel, maar verder nog helemaal niemand. Jij mag er niet over praten, nee, natuurlijk. Nee, het is in ieder geval niet Ber van Buren die op het podium komt. Nee. Trouwens, ik heb in mijn loopbaan heel weinig in Tiel gespeeld. Dat is op zich ook wel weer jammer, hè? Nou, ik vond het nooit zo jammer. Van Tiel misschien wel beter ook. Dat denk nee, ik. Dat denk was, ik. Was dat niet, denk was ik aardig. Geen aardig opmerking. Nou, bedankt. Nee, graag gedaan. tot slot, Ber 2015, al met al was het geen verkeerd jaar. Nee. Ondanks ons gemoppel moeten we toch optimistisch blijven, lijkt mij. Het leven gaat door. En dat moeten we zo goed mogelijk op de rails zien te houden. En ik denk dat we toch niet al met al in een verkeerd land leven. Nee, en als je naar Tiel toe kijkt, zijn gemeenteraad, we moppen er wel eens over, jij met name. Maar ik weet zeker dat wat er in Geldermalsen bijvoorbeeld gebeurd is, hè, recent rondom dat AZC, ja. Dat het in Tiel niet zo gegaan was. En dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de mensen. Ja, alhoewel dat. Het zijn jouw woorden. Ja, en ik denk dat ik dat goed kan beoordelen. Ja, oké. Ik denk dat ieder mens gelijk is. Ik denk dat het niet uitmaakt waar je ook vandaan komt. Het gaat erover wat je aan bagage meegekregen hebt in je jonge jaren. Maar dat is waar je ook woont. Dat lijkt mij. Ja, nou goed, daar zijn we het mee eens. We gaan het programma afsluiten. Ber, het was me een genoegen. En in 2016 dan gaan we er weer iets moois van maken, hè, op Stadstv Tiel. Het genoegen was geheel mijnerzijds. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de kijkers van Stadstv Tiel al het goeds voor 2016 toe te wensen. En vooral gezond. Blijf gezond. Dat is het belangrijkste.